Iedereen die deze video liked en abonneert op dit kanaal komt in beeld. Dus ben je nog niet geabonneerd met het belletje aan? Doe dat dan nu. En wie weet kom jij in de volgende video in beeld. Dit zijn in ieder geval de laatste 10 abonnees. Oh ja, en voor ik het vergeet te melden, hier hebben we nog 3 abonnees die al lang geabonneerd zijn en graag in beeld houden. Dus wil jij ook nog eens in beeld en ben je al lang geabonneerd? Laat een comment achter en ik ga je in beeld doen in de volgende video. Like deze video in 3 seconden tijd, anders is er een grote kans dat Slenderman naar je huis toe komt. En dan weet ik wie we niet hebben of wie dan ook. Ik heb het idee dat ik een creepybox ga halen, maar ik ga binnenkort ook eens 100 booster packs halen voor Pokémon. Wil jij dat ik 100 booster packs ga halen, dan moeten we de 5000 likes kunnen halen. En als we dat niet halen, ook in booster pack video. Want deze dingen zijn €500 en die ga ik dan op Daily 2 doen. Dus ben je nog niet geabonneerd op Daily 2, doe het even. Zou ik zeggen. En het is de hoogste tijd om even naar de winkel te gaan. Let's go. En ben je trouwens even geabonneerd? Druk na mijn belletje aan. Want er moet nog een playbutton komen. En die mis ik. Dus 100.000 abonnees. Als we dat halen, zijn jullie eindbaas. Zo, we hebben eindelijk even die booster packs gehaald net. Kijk eens wat ik heb gehaald. Tot nu toe is het de normale. Maar s'nachts kan het dus anders zijn. En ik wil niet weten hoe het eruit ziet. Nu ziet het er nog normaal uit. Maar het kan zijn dat hij s'nachts van kleur verandert. En anders zit er misschien een hele rare inhoud in. Ik weet het niet. Maar weet je wat, we gaan naar huis toe. En ik ga ze uitpakken om 3 uur s'nachts. Maar eerst even gewoon ontspannen van de dag. Want het is nog lang geen 3 uur. Hey, tot thuis. Oké, dames en heren, ik ben dus thuis aangekomen en het is ondertussen al, zit lijm in mijn mond, ik weet niet waarom, 3 uur s'nachts. En zoals jullie kunnen zien, heb ik dus deze Pokémon pack, maar hij ziet er nog niet veranderd uit. De kleur is nog hetzelfde, dit is alleen maar de kleur. Wat zou eigenlijk zeggen over de inhoud? Dus laten we even gelijk de inhoud eruit halen. Ik ben heel benieuwd hoe dat er allemaal uit gaat zien. Eerst even die kreng openmaken en let's go. Je gewoon zo een beetje netjes houden. Kijk, en hier moet dus de inhoud zijn. Oh my god. Zo, dus dit is de hele Pokémon kaarten pack. Alright. Allereerst die erin zit is dus deze mega kaart, guys. Oh my god. En ik moet even oppassen dat er plastic in ieder geval. Maar laat ik me even op inzoomen. Kijk, dit is toch een mooie witte paard, jongens. Holy moly. En oh my god, daar ga je niet mee. Ik zie ineens deze kaart er ook in zitten. Deze zit er gewoon onder. Wow. Dit is gewoon, even kijken hoor. Guys, het ziet er zo intimiderend uit. Dit is gewoon Cursed Thomas de Trein. Deze vind ik echt zo creepy. Wat doet hij deze met dinges? Maar goed. We hebben dus ook eentje aan de bovenkant van het deksel zitten. En dat is de kleinere variant. Kijk eens, hoe heet deze Pokémon? Het is Salyrex, als ik het goed zeg. Waarschijnlijk zeg ik het niet eens goed. En dit zijn dus zijn aanvallen. Nee, we hebben dus genoeg geteased. Het is tijd om het allereerste pakje uit te pakken. En dat is dus deze pack. Het is volgens mij van Sword and Shield, als ik zo kijk. Tenminste, moet ik hem niet ondersteboven houden. En het is, nee, het is van, ja, inderdaad, Sword and Shield, de Shilling Rhyme. Oké, laten we eens even uitpakken. Ik ben echt benieuwd welke kaarten erin zitten. Let's go. Ik heb het kontje gevonden en hij gaat open. Het gaat er soms, zeg maar, dat in alle vierde packs ergens een creepypasta zit verstopt. En ik ben echt benieuwd wat er allemaal in zit. Maar de allereerste kaart, en dat is eigenlijk voor een neutrale kaart. Wie hem als eerste heeft, mag hem scannen. Dus wees snel. De volgende die we hebben is een Farfetch. Deze Farfetch, ik heb hem nog niet eerder gehad, maar hij is niet heel bijzonder. Hij heeft gewoon een prei in zijn handen. Hij is een beetje depressief. Wat zonde. Dit is een Kesvorm. Een Kesvorm, zoals jullie kunnen zien, is dus eigenlijk van de Hoenn-regio. En geloof me, de Hoenn-regio is echt een mooie regio. Dus ja, deze komt uit de Hoenn-regio. En hartstikke mooi, man. De volgende die we hebben is een... Oh my god. Ik weet niet hoe goed jullie het kunnen zien, maar ik zie gewoon Jeff the Killer hierin zitten. Wat kan deze Jeff the Killer allemaal. Go to sleep and break in. Dus hij kan inbreken en hij kan zorgen dat je in slaap valt. Oh my god. Dit wil je dus niet hebben, guys. Oké, de volgende. Dat is deze kaart. En deze is een fog crystal. Niet heel bijzonder. Next one. Het is een Curlia. Deze Curlia, mensen, komt uit de Hoenn-regio. De volgende die erin zit is dus deze. Ook een leuke Pokémon kaart. Leuk. Wederom hebben we dus ook een energy card. Ik zoom hem even weer in voor jullie. Deze is leuk voor Pikachu. En oh my god, we hebben weer een mooie kaart. Niet de meest speciale, maar kijk even dan. Hoe heet je ook weer? Ik kan het niet goed zien, maar dit is een mooie beer. Het is een Urshifu. Hij kan slashing claw en hij kan rapish. Oké, deze is best wel goed. Nice. Dit is een. Het is niets meer dan een boompje. Ladybar uit de Johto-regio. We hebben de volgende en dat is een Sobble. Ik kan trouwens herinneren dat ik eerder een Sobble heb, maar dit is dus een andere Sobble als goed. Het is een andere kostuum. Sabra. Ik weet niet hoe dat klinkt trouwens. En we hebben deze Pokémon. Een Larvesta uit de... Nee, niet uit de Johto-regio, niet uit de Hoenn-regio, maar uit de Unova-regio. We got a greater Pokémon pack. Oké, we go to the next one. En je weet wat werkt. En ook in deze Pokémon pack kan er 1 creepypasta in zitten. En ik wil graag weten welke. Je mag alles eten, maar niet alles weten. Guys, jullie kunnen weer gaan scannen in 3, 2, 1. Wie hem als eerste heeft, mag hem hebben. Dus scan snel. En dan zet op pauze. We gaan gelijk door, guys. De volgende die we hebben is een... Dit is gewoon een meneertje. De volgende die we hebben, dat is Melanie. Het is geen Pokémon, maar een trainer. De volgende, en dit komt mooi uit, want dat is de evolutie van Sobble. Dat is Drizzy of Drizzle. Een nice one, want ik had deze Pokémon zelf ook in Pokémon Sword en Shield. Hartstikke leuk. Ja, die komt uit Sword and Shield, ja. Ik ben trouwens weer echt hype voor Pokémon Brilliant Diamond of zo, weet je wel. Ik ga die gelijk kopen. En ook als Legend Arceus uitkomt, ben ik nog maar hype voor. Meteen aanschaffen. Ik kan
kan echt niet wachten. Ik ben zo hyped, want we hebben een vechtskaart. Oké, dat moet niet als reden gebruikt worden, maar ik ben gewoon moke hyped. Mensen, gaan jullie ook die nieuwe Pokémon Brilliant Diamond en zo halen? Of die Legend Arceus of Arceus Legends, ik weet niet hoe die heet. Maar de volgende, ik sowieso wel, is deze Pokémon. Hij kan tackle een Winterhorn. En trouwens, Pokémon Diamond en sowieso de Sinnoh-regen is één van mijn favorieten. Ik heb die echt plat gespeeld gewoon. Net als Fire Red. Ook die Versus Seeker vind ik zo fijn dat je gewoon gevechten kan zoeken. Maar de volgende Pokémon die we hebben is een... Het is eigenlijk geen grassoort, maar hij wordt wel bestemd als een grassoort. En dat is een Lebion. Ja, of Ledian. Ik weet niet hoe die heet precies. Maar deze is nice. Deze kan Rapid Draw en hij kan Air Slash. Als je dat doet, Lebion! Hij pakt je gelijk. De volgende Pokémon is een... Weezingwee. Oh nee. Koffing. Hij was van Jesse en James ooit. Maar Jesse en James had voor mij een keer achtergelaten in een bepaalde aflevering. Maar goed, hij kan een Smog. En Smog is best wel giftig. De volgende. En dat is een clown Pokémon. En dat is Gastly. Gastly. Ja, inderdaad. En hij kan een Sleep Pill. Dus dat zorgt dat jij in slaap komt. Maar ik denk als je door Gastly in slaap komt, dat jij een nachtmerrie hebt. De volgende. En dat is ook een mooie paard. Is Blizzle. Blizzle. Ik weet niet hoe die klinkt. Het is een elektrische Pokémon. Ik heb er vaak naar de Unova gekeken. Heel lang geleden. Die kent ook echt nog wel eens terug. Maar die andere niet. Oh my god. Dit is de sterkste Pokémon ooit. Het is Siren Head. Ik weet niet hoe die klinkt. Maar het zou de Siren Head moeten voorstellen. De next one is een... Snover. Alright, een Snover. En de laatste. Het is een Sneasel. Een Sneasel kan cut down. Cut down. Oké, we gaan niet zingen. De next Pokémon playing card is een Darkness Eblaze. Het is allemaal van Sword and Shield, guys. Zijn jullie weer klaar om te scannen voor de game? 3, 2, 1. Scannen. Nu doen. Nu doen. Niet scannen, geen QR-code. En voor de mensen die niet kunnen scannen omdat ze een keer een telefoon hebben, alsjeblieft. Snel zijn, maar waarschijnlijk zullen er weer de meldingen mensen zijn die het spelen. We gaan door met Pokémon-kaarten. De eerste die we in dit pakje hebben is een Staravia. Staravia! Ik weet dat de evaluatie van Staravia, weet je ook alweer. Staraptor, die wordt echt heel sterk, hè? Dat is echt een sterke vogel. De volgende, hij komt uit de Johto-regio. Is totaal een nieuwe wereld. Het is een Pupitar. Oh, ik vind Pupitar ook altijd zo vet. Hij wordt uiteindelijk een Tyranitar en hij kan zijn. Sandspray en Rocket Evolutie. Nou, die evolutie, dat is Tyranitar. En die is sterk. Net als bij deze. Zelfde verhaal. Het is een pre-evolutie van Dino of zo. En deze kan echt super sterk worden. Hij wordt een High Dragon. En er is zelfs een game, Pokémon Delta, dat deze High Dragon niet 5 kop, 3 kop heeft, maar volgens mij 5 kop of zo. Hoeveel? Nee, 3 koppen. Ik weet niet of die een heeft. Maar het kan ook zijn dat hij 7 kop had. Ik weet niet hoeveel dat was. Volgende. Dat is deze, man. Holy moly. Dat is een normale kaart. Oké. Niet zo heel bijzonder eigenlijk. En oh my god. Hey, dit is fucking lijp, ouwe. Ik ga niet voor je liegen. Dit is de V-Max Cherry. Oh my freaking god. Deze is lijp. Holy crap. Deze kan G-Max, Wildfire en Claw Smash. Deze Charizard. Hey bro. Charizard is sowieso veel waard toch? Maar deze gewoon 330. We hebben gewoon een super leuke Pokémon. En we hebben deze. Oh my god. Deze is ook mega lijp. Ik weet niet wie het, ik ken deze Pokémon is. Maar het is Dracofish. En Dracofish is ook ontzettend sterk. En de volgende die we hebben is dit schattige beest. Hij is best schattig. En hij wordt uiteindelijk best sterk. Hij kan echt veel kracht hebben. Maar hij mist ook veel aanvallen. Had ik wel begrepen. Next one. Hij is niet zo accuraat, zeg maar meer. Maar goed, we hebben hier een Sandred. Ja, niet zo heel speciaal. Nee, man, dat meen je niet. Deze heb ik al lang niet meer gezien. Het is Jonathan Galindo. Creepy. De volgende. Rowlet. Ja, dat is een Rowlet. Een Rowlet is... De volgende. Is niets meer dan een luie eenkoorn, oké? Okay? Het is gewoon een luie eenkoorn. En de laatste is een... Het is een Johto-Pokémon. Een Spinarak. En Spinarak, ik vind Johto altijd wel een leuke serie, man. Ik kan niet voor je liegen. We hebben nog één pakje die we uit kunnen pakken. En hier zit ook weer een creepypasta in. Oké, niet huilen. Dit is eigenlijk gewoon een speciale creepypasta-box zonder dat ik het eigenlijk door heb. Maar het staat ook nergens op de verpakking dat het een creepypasta-box is. En wederom... Oké, ik heb hem dus niet verkracht, dat pakje. De laatste set betekent ook maar één ding, de allerlaatste code. En ik zie dat sommige mensen aan het zoeken zijn aan de codes. Dus ik weet het wel, dat ze even aan het scrollen zijn door de video om de codes te krijgen. Deze krijgen jullie gratis. Daar gaan we weer. En de eerste die we hebben is een Helioptel. Deze is ook best wel sterk hoor. Een normaal soort, elektrisch soort. Hij is leuk. En de volgende die we hebben is gelijk, oh ja, een Metapod. En dat is niet een normale Metapod op de kaart. Het lijkt echt op een gebruseerde of zo, een gebreide Metapod. Sorry, deze vind ik nou niet zo bijzonder. Ik moet eerlijk zijn, daar kan ik ook wel even iets in elkaar naaien, weet je wel, of iets van Google rippen. En nee, hou ik niet zo van. Dit is een Energy Card. En niet zomaar, maar een dikke Energy Card. Het is gewoon Energy, of Speed Energy. Nice. Dus hier wordt hij sneller van. Of van waarschijnlijk mag ik dan 2 keer. Ik weet niet. Het is een training card. Game rules. En de volgende is een waterkaart. Niet zo speciaal. Maar goed, het hoeft niet altijd speciaal te zijn. Ik heb hier best wel weer een prettige sterke Pokémon. Holy moly, 170. Deze is ook leuk. Hij kan Spirit of Split Spiral Punch en Resonance. Oké, cool. Zo enthousiast klink ik. En de volgende, hij is wel mooi. Dat is een Masquerain. I like him. En Masquerain is gewoon, ja, ik weet niet. Het is gewoon een bak Pokémon. Een bak
Nee, een bug-Pokémon. Een insect. Oh, nee, niet de laatste. We hebben nog een paar. We hebben hier Koffing. Koffing. Maar geen Weezing. Hoppings. Een Kanto-Pokémon. Leuk, hè? Leuk. Ik moet dat dus niet doen. We hebben ook een Sandy Guest. Yeah, let's go. En we hebben, niet te vergeten... Oh my god, nee! Dit is dom, man. We hebben Momo. Bro, dat is fire, man. Oké, door. We hebben hier een Voltorb. Ja, een Voltorb kan exploderen. Dus zijn ze sterk? Ja, ze zijn sterk. En de allerlaatste is een pre-evolutie. En dat is... Helioptile! Ja, guys. Oh my god. We hebben echt gewoon curskaarten gehad. Maar er gebeurde niks. Het zijn maar gewoon kaarten, oké? Like even deze video. 3000 likes. Kunnen abonneren op de kanaal. Met belletje aan. Ik weet niet hoeveel likes ik in het begin van de video vroeg. Zoveel likes kunnen we dus halen op deze video. Want als we deze likes kunnen halen, volgens mij was het 5000 likes of 10.000. Ik weet het niet. Ga ik dus 500.000 euro aan Pokémon kaarten investeren voor Delhi 2. Misschien geef ik ze weg. Dat weet ik nog niet. Hey, bedankt voor het kijken. Abonneren. Reageren. En ik zie je later terug bij een nieuwe video. Later.